Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie, een hele grote. Het slaat echt weer helemaal nergens op. Voor de herfst of winter. Ik heb de afgelopen, wat zou het zijn, 2 weken pittig veel kleding gekocht. Ja, ik zit hier liggen en ik denk, oh Floor, jeetje, wat heb ik nou weer gedaan? Maar goed, het zal ook eens niet. Ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht en besteld. En ja, laten we maar gewoon direct beginnen, want het is echt best wel veel. Als allereerst heb ik deze tas bij Zalando besteld. Hij is zo mooi en ik heb zoveel vragen hiernaar gekregen. Heel leuk dus. Deze tas. En hij is gewoon van, nou ja, niet echt leer, want zo duur was hij niet. En hij heeft hier dus zo'n lekker velvet stofje, maar dat wist ik niet. Het was niet zo duidelijk op de foto's of zo, maar ik vind het eigenlijk alleen maar leuker. En dan heeft hij hier van die gouden details. Dus ik ben helemaal blij. En er zit dus ook zo'n tweede tasje aan. Ja, en die heb ik eraf geklikt. Dat is deze. Echt leuk. En ik dacht, nou, die hoef ik niet aan mijn tas zo, maar die wil ik gewoon weer in. En daar heb ik dan echt van allerlei spullen in zitten. Deo en weet ik het allemaal, paracetamol, parfum of zo. Nou ja, dat heb ik hierin. Ja, de prijzen van heel veel dingen weet ik wel. En alle linkjes zet ik in de beschrijving. Mocht jij ook iets willen, dan kun je gewoon lekker makkelijk op de link klikken en dan kun je het ook bestellen. Oké, dan gaan we verder naar de kostes. Ja, doen we dat. Ik heb hier een tas van de kostes en ik was in Deventer met mijn vriendin en mijn oma. En ik had eerst een foto met mijn vriendin en daarna gingen we met oma nog de stad en gingen we lekker lunchen. En eerst gingen we nog even lekker alle winkels bekijken. Ik heb bij de kostes namelijk dit superleuke setje gekocht. Ik kan het niet zo goed laten zien, maar je ziet het in de aanbeeld wel. Het is dit truitje, een rib truitje, echt zo'n heel goed lekker stofje. En daarbij hoort deze rok. Dus dit is zo'n setje. En het is echt zo'n lekker mooi zand. Nou ja, een beetje zandkleur of zo. Een beetje gebroken wit. Nou ja, in ieder geval dit. En ja, laatst ben ik echt helemaal gek op deze kleur. Ik draag nu ook een beetje zo'n bruin topje. Die vind ik ook heel leuk. Maar dit setje en ja, dat vond ik echt geweldig. En dat wou ik nog heel graag hebben. Want de laatste tijd zie je dat zoveel. En deze heeft ook een hele mooie soort van ballonmouw. Niet te groot. Heel subtiel en ik weet niet, ik vond hem echt leuk. En het kwaliteitje is lekker dik. Ik heb allebei een XS, want het viel best groot. En het topje is €35 en het rokje is ook €35. Dan bij Most Wanted. Ik ging op de webshop kijken en ik zag zoveel dingen met glitter. En als ik ergens een zwak voor heb, is het glitter. Het is echt helemaal geweldig. Dus ik heb een flare boek besteld en hij past. Gewoon de lengte. Deze flare. En hij heeft dus van die subtiele glitters erin. Ik weet niet of je het goed kan zien op beeld. Maar het zijn glitters. En hij is gewoon zwart. Zilveren glitters. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon best wel subtiel. En ik heb een maatje S besteld. En deze broek was, volgens mij was die €25. Dan heb ik ook dit superleuke crop topje besteld. En dit is precies dezelfde glitterstof als de flare broek. En ik dacht, hoe leuk is dat dan om een setje te dragen met een heel leuk groot jasje eroverheen. Zo'n pantenjasje of weet je wel, alle jasjes wat je nu allemaal ziet. Dus ik dacht, dat is leuk met glitter. Hier hoef je geen BH onder te dragen, want er zitten dus patches in van die vullingen. En ik moet zeggen, het is niet echt een fijne vulling. Het geeft niet heel veel steun, maar op zich kan je ermee doen. En je kan gewoon de bandjes verstellen. Dus dit topje en deze was ook volgens mij €25. Dan denk ik mijn favoriete item van echt alles. Dat is echt, in het begin twijfelde ik heel erg of ik dit wou doen. Of deze wou bestellen. En ik dacht, weet je, ik doe het gewoon, want zoiets heb ik nog helemaal niet echt. En ik ben zo blij dat ik het heb gedaan, want ik heb zoveel complimenten gekregen toen ik het aan had. Ik ben namelijk afgelopen weekend uit geweest en toen heb ik dit jurkje aangehad. En dat is namelijk dit jurkje, moet ik wel even goed doen. Deze. En dit is echt zo'n typisch Most Wanted jurkje wat je zeg maar, welke je in allerlei kleuren hebt. Maar deze heeft dus gouden glitters erin. En niet zo'n beetje ook. Hij sluit heel mooi aan. En ik vind dat dus heel leuk met een goud riempje om je middel. En de mouwen, die, ja, dat is doorzichtig zeg maar, dat is gaas. En best wel een hoge nekgedeelte. Dus hier ben ik zo blij mee.
Ik heb een maatje S en deze was volgens mij 35 euro. Dan heb ik bij Lovis nog iets gekocht. En dat is wat je nu zoveel ziet. Echt leer. Je ziet overal blouses van leer, broeken van leer, jurkjes van leer, blazers van leer. Echt alles. En ik heb er wel zwart voor, hè. Laatst tijd koop ik trouwens echt veel zwart. Alles ervoor is nog zwart. Straks komt meer kleur. Deze, ja, hoe ga ik dit laten zien? Jurk. Leren jurk van Lovis. Je hebt hier namelijk, je kan het wel op de aanbeelden zien, een mooie band. En dan kun je dat gewoon knopen. En ik vind dat dus echt geweldig om dan een beetje open te doen. Best wel ver open. Met een shirtje eronder. En dat je een beetje over je schouder laat zakken. Maat S. En deze was, ik heb dat ding nog, 69,99. Dus 70 euro. Dan heb ik nog een bestelling gedaan bij Naked. En als eerst is dat dit truitje. En hij is echt heel leuk. Ik heb hem al echt vaak aangehad. Naked valt best wel groot. Dus je moet best wel klein bestellen. En deze trui was er, toen ik bestelde, alleen nog maar een maat S. En ik weet dat ik een XXS of een XS moet bij Naked. Dus toen dacht ik, ja, ik vind hem echt geweldig. En een S iets groter maakt op zich niet uit. Dus ik heb deze trui besteld. Ja, hij heeft een hele mooie diepe V-hals. Zo. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Want dan kun je zo'n heel leuk, dat doe ik tenminste, zo'n kanten hemdje eronder doen. En dan een beetje zo op je schouder. En een leren broek erbij, laarsjes erbij. Dus ik zag het alweer helemaal voor me. Dus deze trui in een lichtroze kleur. En ik ga even opzoeken hoe duur die was. De trui was, volgens mij heb ik korting gebruikt. Er zijn altijd kortingscodes te vinden. Dus dat is echt een tip van mij. Voor je gaat bestellen, eerst de kortingscode opzoeken. Dus ik weet niet of dit de echte prijs was of dat ik dus met korting dit de prijs is geworden. Maar ik heb in ieder geval 27,15 euro ervoor betaald. Dus ja. Dan heb ik bij Naked nog dit tullen. Ik heb hem al aangehad. Hij moet op de was in, maar ik moest het even bewaren voor de video. Dit witte shirtje. En die vind ik dus echt heel erg leuk met dat leren jurkje van Lovis. Ja, hij heeft namelijk zo'n hoger nekje. Dit is geen kool, maar het is gewoon wat hoger, zeg maar. En dan heeft hij zo'n heel leuk, wat is het, panter? Ja, zwarte panter erop geborduurd met rood eromheen als omlijning. Dus dit shirtje vond ik echt zo leuk. En dan met die leren jurk helemaal open, zo. En dan zie je de pantertjes. Ja, helemaal top. Van Naked, maat S. En deze was 23 euro. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste item. En dit item heb ik eigenlijk besteld omdat ik woensdag, dat is overmorgen. Overmorgen heb ik mijn P-uitreiking, want ik heb mijn propedeuse gehad. Yay! En ik dacht, oh, ik wil eigenlijk wel een beetje classy, maar ook een beetje, ik weet niet, een beetje netjes of zo. Ik heb deze blazer gekocht of besteld. En het is best wel lastig om nu heel mooi te laten zien. Maar zoals je waarschijnlijk wel op beeld ziet, is die donkerblauw. En eigenlijk had ik eerst een zwarte met witte strepen besteld. En die was zo mooi, maar die was zo kort. Echt, kon niet bukken of iets doen, want dan zag je echt alles. Dus die heb ik teruggestuurd. En als ik een maatje groter had besteld, dan was die alsnog te kort. Want dat was gewoon echt een model. En deze is echt wel wat langer. En hij heeft dus hier ook zo'n centuurtje, zeg maar. Om dat dan heel mooi aan te laten sluiten. En hij is donkerblauw, want hij was er niet in het zwart. Maar dat vind ik eigenlijk ook heel leuk. Dus een keer wat anders. Lange mouw, heel erg mooi. Mooie kwaliteit. Ik heb hem in maatje 34 besteld. Normaal heb ik echt altijd 36 voor kleding. Maar Naked, zoals ik zei, valt dus best wel groot. Dus 34 past echt perfect. En hij was, toen ik hem kocht, 45 euro. Met dus volgens mij zo'n code. Dat is wat ik de afgelopen 2 weken, denk ik, heb opgespaard. Ik ben er heel erg blij mee en ik vind echt alle dingen zo leuk. Dus ik kan niet wachten om het echt weer helemaal te gaan dragen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jij het leuk vond. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En doe zeker even een duimpje omhoog. Alle linkjes staan in de beschrijving. En ik wens jullie nog een fijne avond. Doei!